Boven de veenplassen rondom Vinkeveen torent de kathedraal van de Veen, de Heilige Hartkerk. Misschien wel de mooist in het landschap staande kerk van ons land. Duitse veenarbeiders van katholieke huizen hebben hun stempel gezet op deze plek. Er was een grote kerk nodig. Alfred Tepe, we komen hem op het kerkenpad nogal eens tegen, bouwde deze zeer ruim bemeten kerk. Tepe vormde een team met een andere grootheid uit die tijd. Kerkinrichter Mengelberg. In diens Utrechtse ateliers werd het altaar vervaardigd. De panelen tonen ontmoetingen met Christus. Er moest, vond men destijds, gelegenheid zijn binnen de kerk om processies te houden. Er werd een omgang gebouwd en, heel curieus, een Lourdesgrot ingericht. Dat ziet men niet vaak. Heel ongebruikelijk is ook een wandtekening zoals Otto Mengelberg hier maakte. In drie stadia. Beneden de hel, in het midden de aarde en boven de hemel. En ervoor een kalvarie. Mooi, in elk geval bijzonder. De kunstenaar heeft zichzelf naar het vagevuur verwezen. De kerk is in het water op palen gebouwd. Voor controle moet men via een luik naar beneden. Daar vaart men dan met een bootje rond onder de vloer. Er zit veel paling. En verder ademt alles Mengelberg. Wie een goed inzicht wil krijgen in hoe de Rooms-Katholieken eind vorige eeuw hun kerken inrichten, kan in Vinkeveen zeer goed terecht. Laat u de preekstoel niet ontgaan. Neogotiek in optima forma. Het orgel kwam mee uit een schuilkerk waar men destijds kerkte. Het instrument is uit 1627. Van der Beelkes uit Utrecht bouwde het. We sluiten de route door Amsterdam af met een bezoek aan de doopkapel van deze kathedraal van de Venen. We zagen hier in Hartje Holland hoe boeiend de geschiedenis van ons land vertaald in kerken zijn kan.